Vandaag gaat de derde helft beginnen bij PPSC. Wim Meiboom van PPSC, van de Ouderenraad. Wim, wat is jullie Ouderenraad? Wat is dat? Nou, de Ouderenraad, dat is een groep mensen die het project aansprak. En die zijn met elkaar aan het organiseren gegaan en nadenken, wat gaan we nu doen? Wat kunnen wij doen bij PPSC om PPSC een oudervriendelijke vereniging te maken? En oudervriendelijk betekent dus niet alleen voor PPC-mensen, maar ook mensen van buiten zijn welkom. Maar de PPC's organiseren dit op dit moment. Nou gaat het geheel de derde helft heten. Dat is in sporttermen aan de bar hangen, maar dat is het niet. Nee, het is wel een activiteit in de kantine, zoals je kan zien. Wij hebben natuurlijk ook voor ouderen activiteiten, zoals jeu de boule, wandelvoetbal, tafeltennis. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik wil eigenlijk, het gaat dan vaak om het contact. Ook als je, daar heb je het van nodig met elkaar in deze maatschappij. Je hebt toch als ouderen, moet je ook een beetje omzien naar elkaar. Nou, dat zit er allemaal een beetje in. Nou zijn jullie wel een voetbalclub, een mannenclub, hoewel je wel jonge dames hebben. Maar betekent het alleen mannen? Nee hoor, nee, zeker niet. Het moet een gemengd gezelschap zijn. Ook in de ouderenraad zie je dames nu tevoorschijn. Wat gaat er nou op die middag gebeuren? Nou, zoals je ziet, we hebben hier een tafeltennistafel staan. We hebben een shoebox staan, een biljart. Maar ook een flink aantal tafeltjes waar mensen gewoon met elkaar gewoon een bokje doen en lekker kletsen. Contacten maken en we hopen dat mensen nieuwe contacten hier kunnen maken. Nou doen veel organisaties tegenwoordig wat voor ouderen. Waarin willen jullie je onderscheiden? In ieder geval willen we heel laagdrempelig zijn. In die zin, je komt binnenlopen en eruit. Je hoeft nergens van te zijn, laat ik het dan zo zeggen. Je moet gewoon gezellig binnenkomen, een bakje doen. Dus heel laagdrempelig. Caroline de Bes, namens het Nationaal Ouderenfonds. Hoe komt u hier zo terecht? Nou, het Nationaal Ouderenfonds is bezig met het project Derde Helft. Om mensen die in de derde helft van hun leven zijn welkom te heten in de kantine van sportverenigingen. En de sportverenigingen ouderenvriendelijk te maken. Wat doet het Nationaal Ouderenfonds in het algemeen allemaal? In het algemeen houdt het Nationaal Ouderenfonds zich veel breder bezig met ouderen te stimuleren en mogelijkheden te scheppen om ze sociaal betrokken te houden in onze maatschappij. Maar zijn het voornamelijk ouderen die eenzaam zijn die hier naartoe komen? Nee, dat is niet zo. In principe zijn alle ouderen welkom. Alleen je ziet dat als je ouder wordt, dan heb je te maken met verlies. Dan gaan mensen om je heen vallen weg. Je doet soms niet meer mee met werk. Soms wonen de kinderen ver weg. En dan is het gewoon fijn als je toch opnieuw je kunt verbinden. En er zijn heel veel initiatieven, dat klopt. Maar je moet je maar net thuis voelen bij een initiatief. En de mensen die bij de sportverenigingen altijd aan het sporten waren, dat niet meer zo goed kunnen, die kunnen weer terug naar hun clubpie. Caroline, overal zijn kosten aan verbonden. Wie betaalt dit nou allemaal? Nou, er zijn eigenlijk twee manieren waarop dit wordt bekostigd. Het ene is natuurlijk dat bakkie koffie en dat doneert PPSC zelf. En het andere is de materiaalkosten, begeleiding, lessen, het opzetten van nieuwe lessen zoals yoga en zo. Nou, dat wordt allemaal bekostigd door het Nationaal Ouderenfonds. Maar die hebben daarvoor een hele mooie subsidie van de Vriendenloterij gehad.